Maar de bouwmeester, we staan op de kade weer. Je was bijna verzopen of niet? Er staat heel veel wind. Ja, nou uiteindelijk viel het nog wel mee, maar het comité is wel echt wel een beetje triest. We zijn al 2 dagen naar buiten gestuurd en dan de ene keer gingen de boeien drijven, de andere keer het schip. 2 keer wel nog in maximaal wind naar buiten. Eigenlijk best wel lachen, echt best wel tof. Maar wel jammer dat we vandaag mijn E-wedstrijd hebben gedaan. Ja, want jij was er helemaal klaar voor. De Warrior en de Boeddha heb ik van de week gehoord. Want je moet ook omschakelen tussen zwaar weer en licht weer. Met zwaar weer ben je de Warrior, toch? Ja, klopt. Ja. Dus Claire en ik waren vandaag wel de Warriors. Eigenlijk helemaal lekker. En vertel even, want je staat nog steeds op kop in het klassement. En de Chinezen zit achter jou aan. Ja, de Chinezen die stond al 2, 3 punten achter. En die won nu de race en ik was derde. Dus die heeft ingehaald. Dus eigenlijk voor morgen de meldenrace staan we gelijk. Dus degene die ervoor is, wint. En even gewoon voor de zijliefhebbers. Dit moet echt fantastisch zijn daar buiten, toch? Of niet? Nou, ik moet zeggen, als je een perfect plaatje wil schetsen, is dit wel echt heel erg kicken. Het is echt heel erg vet. Dus ik was eigenlijk wel een beetje upset dat we niet nog een wedstrijd gingen doen. Maar ja, morgen dan maar. Ik heb namelijk ooit jou een keer horen zeggen, ook zeilen hou ik helemaal niet van. Nee, inderdaad. Ik zei het vooral van dat winnen vooral hetgene is wat ik leuk vind. Maar nee, in deze omstandigheden is zeilen toch best wel gaaf. Oké, en morgen nog 1 medal race en dan spant het erom voor de dubbele punten of jij de Chinese achter je kan houden. Ja, maar er zijn ook nog een heel andere hoop meiden. Alles staat heel dicht bij elkaar. Dus eigenlijk moet je gewoon zo goed mogelijk varen en hopen om de race te winnen. Want volgens mij zijn er wel iets van 6 meiden die kunnen winnen. Oké, spannend. We gaan morgen kijken. Oké, thanks.